De kerstman is al geweest in het Dordrechts Museum. Hij kwam met een heel groot cadeau in zijn zak. Het schilderij waar de conservator al jarenlang op hoopte. Zo oogverblindend mooi. Ja, dat is fantastisch wat hier te zien is. Een gouden gloed. Eigenlijk het zo'n magisch moment van de zon die ieder moment dreigt te verdwijnen achter zo'n steile berg. En het mooie is dat eigenlijk diagonaal door het schilderij heen, als het ware, op de voorgrond die figuren op het paadje nog net de laatste lichtstralen vangen. En dat is magistraal gedaan en dat is ook van grote invloed geweest op Albert Cuyp, onze beroemde Dordtse schilder. Het schilderij was een buitenkansje, maar nog altijd koop je van hetzelfde geld een huis bijvoorbeeld. Het is de grootste schenking ooit van de bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum. Ik heb het grote voorrecht dat onze stichting Bedrijfsvrienden Dordrecht Museum kerstman mocht spelen. Dat doen we heel erg graag. Wij weten dat het museum al jarenlang op zoek was naar een echte bot. Maar er zijn niet zoveel bots. De goede man is niet echt oud geworden. En toen wij dus hoorden dat we dit zouden kunnen kopen, toen begrepen we ook het enthousiasme van het museum. Ja, wij zijn ongelooflijk blij met dit prachtige cadeau van de bedrijfsvrienden. Het is eigenlijk ook wat je ziet hier een lichtpuntje. Want in deze bijzondere tijd is het natuurlijk fantastisch om zo'n cadeau te krijgen. Het was een behoorlijke aderlating, maar we zijn net nog niet helemaal platzak. Het lichtspel en de landschappen van Bot inspireerden de Dordtse grootmeester Albert Cuyp. En daarom is met dit werk de grote overzichtstentoonstelling In het licht van Cuyp volgend najaar compleet.